Goeiedag, wij gaan een update van 3 april 2020. Vandaag met aandacht voor de status en informatie over het coronavirus in de regio Haaglanden, waarin we zoveel mogelijk thuis blijven en we u op de hoogte houden van de ontwikkeling in de regio. Het totaal aantal positief geteste personen is landelijk gestegen tot 15.723 en de ziekenhuisopnames zijn gestegen naar 8286. Het aantal overleden personen is momenteel al 1487. Nogmaals, deze cijfers zeggen helemaal niets over de hoeveelheid mensen met het coronavirus. Ten overvloede de volgende richtlijnen. Hoe weet u of u het coronavirus heeft? Heeft u last van hoesten, verkoudheid, niezen, kortademigheid? Het advies: blijf thuis en ziek uit. Heeft u meer dan 38 graden koorts? Moet u hoesten en ademt u moeilijk? Blijf thuis, maar bel de huisarts. En dan wordt het dit weekend prachtig weer. Laat u niet verleiden, maar blijf thuis in de tuin of op het balkon. Mijd contact met anderen en houd in ieder geval afstand, hoe moeilijk dat ook is, van 1,5 meter. Hou vol. Al enkele keren gaven we aandacht en initiatieven aan bestuurders en gedupeerde ondernemers. Een topondernemer in de regio is Rob Baan van Koppertres. En ik had het volgende interview met Rob, bijzonder hartelijk welkom. Dankjewel. Allereerst de glastuinbouw, die is onevenredig hard getroffen. Kun je daar iets over zeggen? Ja, dit is. Ik heb in mijn leven, ook in mijn vorige werk, best wel wat scenario's gedraaid van met risk en met rampen en dat soort dingen. En dan doe je allerlei acties en proeven en zo. En dan ben je heel veel dingen gewend. Brand hier, een brand daar, of ontploffing of wat dan ook. Maar als zij mij verteld hadden van, u gaat vanaf nu af aan de eerstkomende 10 weken niks meer verkopen, nul, dan heb ik gezegd, ja, dat is zo onrealistisch, dit kan niet. Dus dit is een scenario dat wij met z'n allen niet geoefend hebben en wat een drama is. Het is echt, ik sta nu al weken spullen weg te gooien en ik heb al nu, denk ik, inmiddels voor 2 miljoen euro producten in de container gegooid. Ik word er echt heel verdrietig van. Ja, en heeft dat SEC alleen te maken met de overheidsmaatregelen die genomen zijn? Nee, gekker nog. Het is volgende week Pasen. Dat is voor ons een van de drukste weken van het voorjaar. En dan gaat iedereen het eten en dat is heel belangrijk. Nee, wat er gebeurt is heel bizar. Je sluit alle restaurants. Nou, die snap ik. Vervolgens laat je distributie over aan een stel kruideniers. Mensen die gespecialiseerd zijn in droge kruideniers waren. En wat zie je nou gebeuren? Mensen gaan dus nu heel veel pasta eten en op een manier bruine bonen en andere producten die je lang kan bewaren. Terwijl het vers nu gewoon echt gewoon nu de container gaat. De komkommers worden nu gewoon in de container gegooid. Je kan je niet voorstellen, het gebeurt echt. En het bizarre daarvan is, wat mij het meest irriteert, en daarom doe ik ook allerlei actie om er vanaf te komen. We hebben nu juist gezonde voeding nodig. Dit is het moment eigenlijk dat wij gezonde voeding moeten eten. En je lichaam moet weerbaar zijn, moet weerstand hebben. Dat doe je door 80-20 te eten. 80% planten, 20% beest. En wat doen we nu? We gaan dus blikvoer eten, we gaan pasta's eten. Dingen waar je dus ziek van wordt eigenlijk. Waarvoor je niet gemaakt bent. Waar die diabetes 2 onder andere vandaan komt. En de groente en fruit wordt niet verkocht. Want die grootgrutters beter zijn in droge kruidenierswaren dan in vers. Nou, omdat er geen ander aanbod is, moeten wij dus de mooiste producten nu weggooien. Wij produceren producten die eigenlijk restaurantniveau zijn. Dat vindt de supermarkt te duur, te ingewikkeld, te complex. Gele courgettes, moet je daar nou mee, gele tomaten. Wie eet dat nou? Nee, restaurants zijn daar dus de leider in. En die zijn dicht. Dus al die bedrijven die dus topproducten voor de topgastronomie in de wereld aanleveren, die gaan complete wietenbrug op. Ja. Zie je het nog keren of zie je ook eventueel dat je met je producten nog een wat bredere markt kan benaderen? Of zeg je van ja, daar heb je toch minimaal toch wel wat meer tijd voor nodig? Nou, je ziet heel veel goed bedoelde initiatieven van boerschappen. Hè. Dat heeft Corona Schouten mij nog officieel een doos aangepakt. Waarin dus mijn product ook zat bij een combinatie van andere producten van boeren bij elkaar. Maar we hebben wel heel veel ervaring met bedrijven als HelloFresh. Er zijn strak georganiseerde bedrijven die nog steeds geen winst maken. Dus die dozen, dat is best wel een mooi initiatief, maar het is niet de verplaatsing van de restaurants. Het wordt heel langs de weg verkocht nu, maar ja, dat haalt het nog niet bij. Ik leverde aan 70.000 restaurants. Dat ga ik niet wegkrijgen in Nederland. Ja. En nou, de supermarkten doen de deur op slot, die vinden het ingewikkeld.
Dus die werken niet mee. Het is te gênant voor woorden. En we hebben echt onze stinkende best gedaan. En dus zitten wij gewoon met een product dat onverkoopbaar is. En dat moet vernietigd worden, want het blijft doorgroeien. Dus het moet weg. Ja, en nu is eigenlijk die tuinbouw ook al onevenredig hard gepakt door die zogeheten ODE-regeling. Ja, maar dat is een garnaaltje bij het probleem dat we nu hebben. Denk ik, die bloemensector. 2 miljard euro schade nu al. Want het jaar nog eigenlijk is net begonnen. Het moment is juist dat de consument heel veel producten zou kunnen gaan halen nu. Om het maar weer bij die boeren weg te halen. De overschotten die we produceren nu weggooien, moeten eigenlijk opgegeten worden. Je moet nu geen pasta eten en bruine bonen en witte bonen en tomatensaus. Hou op, het verse product is er. Dus we moeten zorgen dat die artsen weer gaan zeggen, eet nou gewoon groenten. Maak jezelf weer weerbaar tegen deze ziekte. Ja, dat werd vroeger eigenlijk standaard zo gedaan, hè? Ja, dat eet wat hoe oma zei je eten moet. En dat moet nu echt gebeuren. Goede soepen, met alles erin. Je kan alles combineren. Er is genoeg. Alleen, ja, het kanaal, de monopolie door de overheid gegeven de supermarkten, werkt niet voor deze topsector. Oké, okay, nou, we kunnen... En die ODE, nou goed, de ODE, ik zal er wat over zeggen. Dat is was een hele rare, ondoordachte regeling. En wij denken allemaal op een vrijdagmiddag na de borrel bedacht op het ministerie van Belastingen. Waarin dus gekeken is naar van, oké, wij willen dus duurzaamheid stimuleren. Dus we gaan de grootgebruikers gaan bestraffen, die geven meer belasting enzovoort. Wat ze niet in de gaten hebben gehad, is dat wij in de tuinbouw al die slag al heel lang gemaakt hebben. Mijn bedrijf is all electric. Dus ik gebruik alleen maar groene stroom om mijn bedrijf te stoken. Wat heeft ODE nou bereikt? Je kan het niet geloven, ik ga terug naar gas. Want nu is gas goedkoper dan all electric. De doelstelling was duurzaam, de calculatie was compleet verkeerd. En elke discussie die we aangaan met de politiek is, ja, nee, we weten dat we gaan oplossen. Ja, we stellen vragen in de Tweede Kamer. Ja, we stellen vragen in de Eerste Kamer. Ja, het komt allemaal goed. Nou, we hebben nu gewoon bereikt gekregen dat we 3 maanden uitstel krijgen. Dus die rare belasting die bedoeld is om duurzaamheid te stimuleren, vermoord de duurzame tuinbouw. Die werkt dus contraproductief, mogen we stellen. Maar, compleet. En wat er in het algemeen gezegd wordt, is dat de politiek eigenlijk finaal heeft zitten slapen. Kun je dat onderschrijven? Ja, absoluut. We hebben echt alle Kamerleden aangeschreven. Het is moeilijk uit te leggen. Je hebt het over een SDE-regeling, SDE++-regeling. Je hebt het over ODE, je hebt het over WKK's, WKO's. De consument haakt af, dus het is geen sexy verhaal voor in de krant. Het is een specialistenverhaal. En hier had de Belastingdienst even goed moeten praten met de juiste groepen mensen. En hadden we haver kunnen uitleggen wat de gevolg van dit verhaal is. Want ik baal als een stekker. Ik heb een prijs gekregen van Koningin Maxima voor de duurzaamheidsbeweging in Nederland. Ik ben de meest duurzame ondernemer van Nederland. En ik moet nu mijn bedrijf terugsturen naar gas. Dat is niet de bedoeling geweest, maar het is wel de consequentie van onderdak beleid. Tot slot heb je ook nog de pech eigenlijk nu het hele koor zo niet doorgaat. Corso gaat niet door vanwege het corona-verhaal. Wij komen uit het financiële deel, daar komen we uit. Alleen nu niet. Want als de ene kant een tuinder al zijn mooiste producten staat te storten, bloemenproducten staat te storten in een container, ga je niet met de pet langs, wie heb je nog geld over voor het Corso. Dat lukt gewoon niet. We moeten maar zien dat de sector, de glasbouw Westland, deze slag overleeft als men niet adequaat gaat helpen om dit op te lossen. Dus wij kunnen A, het geld vragen aan de sector. B, het risico van het coronavirus is te groot, want met name de kernen, dat zijn dus de dorpen in het Westland die bij elkaar allemaal eigen boot maken, die moeten veel samen optrekken, die zijn vaak al maanden van tevoren bezig. Dat gaat nu niet, de creativiteit is eruit. We willen een hoogwaardig corso hebben. En weet je, het meeste zeer doet, Ton, waar het mij het meest raakt, het eerste corso in Nederland, het bolle corso in, en er zijn misschien meer geweest, maar het bolle corso in van Hillegom of van Lisse naar Haarlem, dat was bedacht om een jaar na de Tweede Wereldoorlog, 1947. Iedereen chagrijnig, iedereen een beetje triest enzovoorts. We gaan met z'n allen een feest vieren, dat we die narigheid nou een keer vergeten. Dus mijn ultieme droom was, we gaan 2 juli. En een maand nadat Nederland vrijgegeven is, dat we alles weer kunnen gaan doen, gaan we vieren dat wij weer die vrijheid hebben om te kunnen leven en te kunnen reizen en te kunnen zien en te kunnen genieten. Dus ik wilde heel graag de corso gebruiken om weer dat gevoel met z'n allen te geven. Alleen,
de slag die corona ons heeft in de tuin gegeven heeft, is dermate groot. Dat is echt een miljardenslag. Die zijn we niet te boven. En de risico's, de adviseringen van niet te veel mensen met elkaar, dat heeft het Corso genekt. Wij gaan volgend jaar het Corso alsnog doen. Gebutst, gedeukt als een stelletje. We zeggen dat er militairen die komen parade uit de oorlog vandaan komen. We gaan het Corso doen. 1, 2, 3, 4 juli. En in 2021. En ik hoop dat wij het jaar nog een beetje kunnen laten zien wat het tuin wel waard is. Met allerlei bloemarrangementen of whatever. Op verschillende plekken. Om te zien van jongens, we zijn er nog steeds. Maar snap alsjeblieft dat je tuinbouw een ongenadige klap gekregen heeft. Ja. En ja, dat neemt ons allemaal nu. Maar goed, het is het Westland. Goed. Een gebied met ballen. Dus we durven. Rob, hartelijk dank. Blijf gemotiveerd en blijf gezond. Dankjewel. Tot zover de update van 3 april. Heeft u nieuws, tips of een muzikale bijdrage? Dan kunt u ons mailen naar info@regionieuws.tv. We gaan eruit met een muzikale verstrooiing. Ondanks alles, toch een heel fijn weekend. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.